Yo, what up guys, it's your boy Denna met een gloednieuwe episode van A Days Gone. Eindelijk een recente actuele opname voor mezelf. Het is nu 9 of 10 augustus, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ik kan nagaan hoe lang deze serie al loopt en wat voor proces het is überhaupt om deze game zo groot als deze voor mij op te nemen in een periode waar ik en een zomerstop heb gehad en allemaal andere shit in mijn privéleven. Helemaal kut eigenlijk. Maar we zijn er weer. Het YouTube kanaal is weer gaande. Ik ga wel eventjes het YouTube kanaal op een hele andere manier aanpakken. Tegenwoordig zal ik binnenkort een update video over maken. Waar ik gewoon bij voor de camera verschijnt, zeg maar. En verder hoop ik dat jullie er enorm veel zin in gaan hebben. Heet ik jullie van harte welkom bij aflevering 41. Kan ik alleen maar ook een shout-out geven naar het feit dat we er überhaupt weer zijn. Dat ik super veel positieve energie heb om mijn YouTube kanaal weer te laten rocken. En daarbij ook keihard te knallen op Twitch. Dus mocht je me nog niet gevolgd hebben op Twitch, doe dat dan meteen. Denaden. Logisch, gewoon de naam ook op YouTube heet en je kan dat ook altijd vinden in de videobeschrijving. We gaan vandaag verder in Days Gone in aflevering 41, natuurlijk in het kamp waar we de vorige keer geëindigd zijn. En jezus, het is echt een hele bek vol. Ik praat heel snel en met heel veel info, maar it's needed man, it's needed, want de game is groot en ik moet je natuurlijk wel een beetje inleiden waar we ook weer zijn. We zijn dus hier in, hoe heet het hier ook weer, Crater Lake, een gebied waar de story zichzelf een tijdje in isoleert, in afsluit. Je kan alleen maar in dit gebied zijn. Je kan niet meer naar het noorden totdat we hier genoeg missies hebben gedaan. Ik ga deze aflevering beginnen bij een missie van Colonel Garrett. En daarna wil ik verder gaan met beschermde zwakkeren. Het gebied ten noorden van de Gemult. Ik weet niet wat het precies is. Ten noorden van Wizard Island of zoiets dergelijks. Laten we naar die Colonel gaan, jongens. Welkom, van harte welkom. Days Gone, aflevering 41. Drop die support, drop die like. En kan ik op vierkantje klikken of iets dergelijks? Of moet ik naast je staan? Really, er staat een tafel tussen ons in en daarom kan ik het niet aanklikken. Alright, never mind. Ik snap het systeem nu pas weer. Leuk hè, als je een tijdje geen Days Gone opgespeeld. Er staat gewoon heel groot boven zijn hoofd. Actieve klus. Oftewel, de klus staat al aan van hem en dat is die klus. Dus we moeten letterlijk gewoon onze motor pakken en zo snel mogelijk naar die plek toe skeuren. Door besneeuwde gebieden, bossen, modder, weet ik veel wat allemaal. Ik heb er in ieder geval zin in en ik hoop jullie ook. Even kijken. Gezondheidsdrankje. Ik kan dit op zich wel maken. Nice. Die ook en die ook weer vervaardigen. Dus ik in ieder geval vol. Ik heb lekkere wapentjes mee. Boog, shotty en deze gun. De M50. Het punt is alleen wel dat ik niet zo heel veel ammo heb. Dus dat kan nog wel eens een ding gaan worden. Maar goed, dat zien we dan alweer. Even kijken of ik de besturing van de motor nog een beetje door heb. Maar dat ziet er op zich wel goed uit. Boost, zoals het goed is, met kruisje, geloof ik. En in de tussentijd heb ik trouwens mijn broertje Delano. Heb ik echt aan deze game geholpen. Hij had nog helemaal niet veel over de game gehoord. Sterker nog, hij vroeg zichzelf af of de game niet slecht was door alle reviews die er zijn uitgekomen van deze game. En de reviews doen echt denken alsof deze game slecht is, hè. Het is echt, echt belachelijk, want deze game is echt bijzonder goed. Ik plaats hem sowieso in mijn top 3 van dit jaar. Ik vind het gewoon een echt unieke, unieke PlayStation exclusive. Deer Crossing. Well, guess you don't have to be worried about traffic no more, do you? En dan zijn er gewoon slechte reviews. Dus ik heb Delano eventjes gewoon gewezen op het feit dat het echt een fucking goede game is. En hij heeft hem inderdaad in de tussentijd aangeschaft. En hij is nog niet gestopt met spelen, want hij zit er inderdaad gewoon helemaal in. En is helemaal gek op die game. Damn it, sniper ambush. Ik vind het alleen wel zonde dat je geen wheelies kan trekken, man. Zo, hier is wel. What the fuck, bro? Wat is dit? Die beast. Alles tegelijk. Oké, door wat werd er geschoten dan? Want er is blijkbaar ook een sniper ambush. Die schoot gewoon op mijn freaking motor. Oh shit, alles komt hierheen nu. Oké, I'm fucking in there, bro.
Wow, hoe is dat mis? Woe. Ik wilde zo graag op zijn hoofd richten dat het helemaal misging. Kutkids er ook bij en die screamer is hier ook nog ergens. Sterf. More bounties. Lekker. Nou, laat ik even terug naar mijn motor, want dit ging bijna helemaal fout. Niet dit. Hello, Squatter Camp. Sons of bitches have been setting up ambushes around here, yeah? I gotta burn them out. I gotta make it safer to ride. Cougar! Wat heb ik hier allemaal? Ik heb natuurlijk wel inderdaad molotovs en er is hier een nest, jongens. Gotta be right here. Maar hoeveel zijn er, is de vraag. Oh my god! En wat is hier? Hier zit niks in. Nice. Wow, 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 lekker wolf. Headshot, baby. Come on, come on, come on. And another headshot. There we go. En another headshot. Dan kan ik het wel lang niet gespeeld hebben, maar verleerd zijn, dat ben ik het zeker niet, nee. Niet. Ah, that's right. I gotta finish burning out this infestation zone. Nou, gaan we dan. Heb ik hier zin in? I don't know. Lang niet gedaan. Gloednieuw gebied. Ben ik opeens weer nesten aan het destroyen. Nest vernietigd. Godverdomme man, hoe slecht gaat dit? Oh nee! Yes, I fucked it up man. Kijk wat die brute doet! Paniek in de koepel! What? Ja, hij valt dus ook gewoon zijn soortgenoten aan. Dat is wel echt veel te ziek. Oké, nou is bijna al mijn ammo op inderdaad. Even die weer pakken. Zo onnodig op die auto te klimmen. Toppie. Oké, man, dit had echt zoveel beter kunnen gaan, maar oké, sure. Even de kaart erbij pakken. Ik moet dus in dit gebied nog twee nesten zien te vinden. Maar wat hebben we hier dan nog allemaal? Yeah.
het is een beetje druk hier, god damn it. Hoeveel kan ik er vervaardigen? Gelukkig genoeg. Oké, ik denk dat ik er gewoon heel snel even doorheen moet rennen. Op zoek naar de andere nesten. Hopelijk is de game inmiddels op zo'n manier gepatcht. Hey, nice. Die moet ik even naar mijn motor toe gooien. Motortje is daar. Gotta be close to a nest. I can smell it. Waar nog meer? Daar is een nest, onder de brug was een nest. En kijk wat de fuck er allemaal volgt. Oh shoot. Hier is het laatste nest. Heb ik nou misgegooid? Oh, dude, ik heb misgegooid. Ja, raak. Wat, die guy kwam aangestruikeld. What? Gelukkig glitchte die. Zodat ik heel snel weer door kan. Oké, waar moest ik heen? Daarheen. Neurosite. Jongens, ik ben wel steeds afgeleid, merk ik aan mezelf. Heel erg zelfs. Maar nou ben ik dit weer aan het doen. Dat het was zo niet de bedoeling van deze planning. We gingen naar een missie toe. Maar ja, ik moet die neurosites wel doen. Waarom? Simpelweg, die neuro-injectors. Nests. Infestation zone. Sure smells like it. Gotta burn it down. Gotta clear them out. Ja, later. Ja, later. Just burning out these nests. Oké, goed naar die palen kijken. Ik moet elke freaking... luidspreker, megafoon, hoe je dat ding wil noemen, die moet ik kapot hebben. Want anders komen alle zombies hier uiteindelijk op af. Hier heb ik in ieder geval al gas en dat is voor de generator. Dus dat is al goed, hè? Pleur die generator maar vast vol. Oké, guys, waar is de generator? Hieronder toevallig? Oei, dit is gewoon allemaal een beneden gesodemieter met heel veel lijken erbij. Lijkje erbij? Ja, lekker. Might be useful. Ik denk dan dat de generator erachter is ofzo. Hé, plantjes. Duizendknoop. Ja, ik weet natuurlijk niet wat ik hier allemaal had opgepakt, zeg maar net voordat ik stopte met opnemen van deze game. Ik denk dat hier dan wel ergens de generator staat. De tyfus, hoe blind kan je zijn? Eén generator, guys. Eentje.
Hey, yeah, yeah, found it. Hoe moeilijk kan het zijn? Waarom heb ik er altijd zoveel moeite mee? Need it. Zo, dankjewel. Nou moet ik nog de rest eventjes van... Should be it. Die leg ik wel daar neer. Kan ik altijd de motor nog aanvullen. De rest van die dingen moet ik even slopen. En er uiteindelijk altijd best nog wel veel. Die is ook neer. Hier kan ik niks van oppakken. Deze moet er nog neer. Wat ziek idee. Nou lijkt het me wel allemaal te zijn opgeruimd, maar het kan... Ik krijg dan het voor elkaar om er toch nog altijd één te vergeten. Want volgens mij heb ik ook deze al gefixt. Yup. Nou, op hoop van zegen dan maar. Generator aan en... een Nero injector gebruiken, jongens. And we got green lights. Green lights are good. Let's see what they got there. Okay, een van die recorders. Another Nero micro recorder. No, I'm not sure I want to listen to this. Ik ga trouwens eens even kijken of ik iets kan doen. Opties. Geluid. Controller. Luidsprekers. Uit. Dan hoor je het gewoon in jullie hoor. Jongens, ik hoor een breker. Nero injector. Uithalingsvermogen en daarna ga ik voor Eld. Geef die trophy nou maar een keer. Oeh. Wow. That'll do it. In ieder geval geen breker, maar wel een zombie weekend hoor. De eerstvolgende echo die we zullen oppakken, die zal in ieder geval te horen zijn gewoon via de audio van de game en niet meer via de controller. Oh, kijk, zie je? Ik had gelijk. Hier loopt een breker. Twee. Oh, twee brekers. Hoe snel kun je een breker uitschakelen tegenwoordig? Komt hij nou het terrein op of niet? Hier, gewoon twee brekertjes neer. Is helemaal toppie, man. Oh, dit ziet er wel sick uit trouwens, man. Dat het nog zo naar binnen schijnt. Oh, het is echt een heerlijke, unieke game.
Ik ga zo snel mogelijk eventjes die gas aanvullen, guys. En dan gaan we naar de missie toe. Lijkt me ook wel handig, hè, dat je dan zeg maar gewoon een keer de missie doet die je eigenlijk wilde doen. Alleen het loopt altijd anders in een game als deze. Eventjes bijvullen. Here we go. Need it is. Kan ik snel opslaan? Net stonden ze al in beeld, nu niet. Mag ik even snel opslaan? Dankjewel. Kijk, snelle opslag is in ieder geval de progressies binnen, jongens. Gloednieuw gebied, daarom zal ik ook amper knippen in dit gedeelte van de game. Want in een nieuw gebied hoef ik niet te knippen hoe ik van A naar B ga, want alles is nieuw. Als je steeds in hetzelfde gebied rondrijdt, dan gooi ik er nog wel eens een fade of een cut in dat ik gewoon snel van A naar B ga en dat je me ziet aankomen op locatie. Dat is logisch, want anders moet je continu hetzelfde laten zien. Dat is niet interessant genoeg. Tenzij ik natuurlijk onderweg wat interessants tegenkom, dat knip ik never nooit weg. Dus je krijgt eigenlijk gewoon de volledige ervaring van de game altijd op mijn kanaal. En hier hebben we dikke frame drops. Oh shit. Shit. I smell it. Gotta be getting close. Wat is dit? Dit is helemaal kut. What the fuck? What the fuck is dit? En de vogels. Ik ben één en al oor. Where is it? Oh, de hoeveelheid oren die ik heb opgepakt. No, dude. Oké, ik rol langs hem en... Gio! What the fuck, die vogels, ouwe. Zombievogels. Oei! Oh. Kut, ik heb geen vuur meer. Heb ik een vuurpijl toevallig? Ja, ik heb twee vuurpijlen. Pak je vuurpijl! Hoi! Hoe snel die kutvogels daar schieten? En hun ook nog. Jongens, dit zijn volgens mij aardig wat zwermer oren. En dat een en al oor, mocht het nog niet tot jullie zijn doorgedrongen. Een en al oor. Oh. Dat was een trofee die te maken heeft natuurlijk met de oren die we op hebben gepakt van alle freakers. Freaker oortjes, premies, dat soort dingen. Huh!
Alright. Niet te doen eigenlijk dit, hè. Ongelooflijk, wat een game. Wat hebben we al veel verschillende situaties meegemaakt in deze aflevering. Groepen freakers. We hebben eigenlijk alleen nog geen menselijke enemies getroffen, maar groepen freakers en vooral die beesten, joh. What the fuck? Die heb ik nog nooit eerder gezien. Nest is vernietigd zonder vuur verder. Oh, daar komt het vuur. Het was heel langzaam aan het... Kom hier, kale vogels. Je krijgt best wat XP nog ervoor, dus dat is de reden dat ik het ook blijf doen, denk ik. Jongen, hoe mis kan je zijn nou? Mis, hoe scheef kan je zijn? Another nest. Let's go. Zijn dat alle nesten toevallig? Waarom blijft het op 3 van 5 staan? There's another nest. Let's burn it up. Let's burn it up, baby. Ik denk dat we sowieso in de volgende aflevering... Zal daar ook nog een nest zijn? Ik weet niet, moeten we zomaar even kijken, maar... Oh shit, check hoeveel daar boven vliegen, joh. De tyfus. Oh, maar het blijft sowieso een hele andere missie, volgens mij. Nest. Gotta be right here. Helikopters. Boom. Oh, daar komt die brute. Ja, daar vlog gewoon een helikopter even voorbij. Nee, guys, dit is echt even het laatste wat ik doe, want... anders zit die aflevering gewoon te lang. Dan doen we in de volgende episode... een beer. Oh my god. En hij komt precies op me af. What? Tjonge, jongen. Ga alsjeblieft tegen elkaar vechten. Come on. Oké,
No! Jezus! Vecht tegen elkaar, niet tegen mij! Ja, lekker. Zo, neergemapt. Was dat dan de laatste? Oké, dit is heel kut. Net op tijd. Laatste pijltje. Oh my god, een breaker oortje. Wat haal ik hier uit voor vlees allemaal? En dan maak ik nog één nest kapot en dan doen we in de volgende aflevering wel de missie, want anders... Ja, holy shit. Anders lukt het gewoon nooit. Anders wordt de aflevering veel en veel en veel te lang. Wat ligt hier nou weer? Hieronder ligt een kruisje, zie je dat? Nou. Maakt niet uit. Ik moet nu op de een of andere manier een nest zien te vernietigen. Wat ergens hier is, denk ik. Gotta be close to a nest. Whew, I can smell it. Kut, het is hier. Ik heb het eindelijk gevonden. En ik heb niks wat met vuur te maken heeft. Ik kan dit niet doen. Ik heb geen doekje en geen kerosine. Het enige wat ik kan doen is een granaat naar binnen gooien, maar dat haalt helemaal niks uit. There's another one. Time to burn. Het heeft ze eigenlijk alleen maar wakker gemaakt. Het enige wat ik kan hopen is dat daar wat ligt. Zullen we dat kijken? Even kijken of daar wat ligt. Een doekje en kerosine. En dan kan ik het afbranden, jongens. En dan kan ik de aflevering eindigen. En in de volgende part zijn we vrij dichtbij dan. Er is ook weer nesten, man. Dan zijn we vrij dichtbij de nieuwe missie. Op hoop van zegen. Godverdomme, er ligt alleen hout. Hier moet altijd, ja, hier moet wel wat zijn. Hey, healing shizzle. Kerosine, top. Wat is dit voor groot kamp, joh? Waar zijn we? We zijn hier nu. Doekie. Dus ik kan sowieso al één molotov maken en dan kan ik de aflevering afsluiten. Zo, molotov.
stofje nog meer te vinden hier. We hebben hier wat. Flesje. Dit ziet er echt disgusting uit. Deze zat te chillen. Please forgive me. Zat te chillen met zijn teddyberen. Oh, dit koppie ziet er niet goed uit. Ook echt campingstoeltjes en zo. Dit is echt typisch campen. Typisch kamperen. Campingstoeltjes, leuke shit. Maar wie kampeert er nou met zoveel kerosine op zak ook altijd? Alright guys, terug naar de markering met een gas tank. Ja. Had heel wat voet in de aarde om al deze nesten te destroyen, geloof het of niet, maar mijn raw footage, dus zonder ingeknipt, zit ik nu op 55 minuten opnametijd. En het komt dus eigenlijk om gewoon simpelweg van A naar B te komen en heel veel dingen onderweg tegen te komen. Materialen zoeken wat we nodig hadden. Ik ben er gewoon langs gerend. Niet alleen materialen zoeken wat we nodig hadden, maar ook grote groepen killen, stealth gameplay, nesten zoeken. Het is, had gewoon heel wat voet in de aarde om dit te laten werken. Oh, dom. Oh, ik denk dat het wel moet met die trouwens. Weet je waarom? Ziek idee. Ik had dus gewoon geen kogels om hierop te schieten. Besmetting Cascade Lakes Spoorweg. Wat een werkie. Zit op 69% van alle nesten. That's the last nest. Should make it safer to ride through here now. Zo, thanks voor het kijken naar aflevering 41 van Days Gone. Wat een werk. Maar wat een vette gameplay. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken. En vanaf deze brug, vanaf deze plek, ga ik jullie de volgende keer verblijden met aflevering 42, waar we volop richting de missie gaan. Tot de volgende, guys. Later.